allemaal. Hier buiten in de schaduw, bij de koeien en tussen de bloemen. Namens de Raad van Kerken, Raalte en Omstreken heet ik u van harte welkom in deze ecumenische kerkdienst tussen de koeien. Het thema van deze dienst is wat je zaait, dat puntje, puntje, puntje. Een speciaal welkom voor het koor In Between, onder leiding van Vera Kortekaas en onze voorgangers, pastor Lonneke Gunning en dominee Richard Slaar. Mijn naam is Joke van Groeningen. Ook welkom voor de luisteraars die nu of op een later tijdstip via Zalland 1 of via de website voor de Kerk van de Kerken verbonden zijn. Bij ontstekend het licht, zoals dat ook in Psalm 36 wordt gezegd, bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. En daarom richten wij onze harten ook op dat licht. Onze verwachting is van Hem. Van Hem die hemel en aarde heeft gemaakt. En jou ook. En Hij bewaart, is trouw. Daarom vrede van Hem. Amen. Mooi dat u allemaal hier bent. U hebt allemaal een liturgie gekregen, hoop ik. En voor wie zich tussentijds verveelt, zit er op de achterkant van de liturgie een zoekplaatje en dan kun je voor een arend verstopt zoeken en later zullen we kijken van hoeveel het er zijn, hoeveel u daar gevonden heeft. Vandaag een dienst, een ecumenische dienst op de boerderij. Waarom niet in de kerk? Waarom niet? Waarom niet op de boerderij? Ja. Ja, het heeft een geschiedenis, hè? Ja. Een paar jaar geleden zijn we hier geweest voor een boerderijviering. Dat is dus bij de boer die hier woont, Berend. En die heeft dat onthouden en zei van nou, het kan wat mij betreft wat ecumenischer. En dat heeft hij ingebracht in de Raad van Kerken. Ja. En vanuit de Raad van Kerken zijn ze weer bij ons gekomen. Ja. En zo zijn wij hier rond de langste dag van het jaar om het eens een keer buiten te vieren. Ja. Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Woord van de Heer. En je ziet het kan, hè? Als je ziet van hoeveel mensen erop afkomen, dat dat gewoon echt een succes is. Mensen vinden dat fijn om buiten te zijn met elkaar. Ja. Die muren beperken ons dan ook niet, zeg maar. Laten we zo zeggen. Dus, ik zou bijna zeggen, de basiliek was te klein om al deze mensen te kunnen bergen. Nou ja, bij wijze van, de basiliek zou groot genoeg zijn geweest, maar... In de klaskerk was het proppen geweest, ja, toch? Ja, precies. Ja. Nou, je mag blij naar de toekomst kijken. 900 jaar Raalte, dat is een verleden, een rijk verleden. En we kijken alweer vooruit. Straks 16 juli hebben we ook een hele mooie zondag. Dan kijken we echt de toekomst in, zou je zeggen. Maar dan gaan we met z'n allen weer bij elkaar zitten. En dan, eigenlijk is dat bijna een unicum, gaan wij ook bij protestanten... Van hier, van Raalte, van Weijen, van Oost, van Wezepen. We gaan allemaal bij jullie in de katholieke kerken. Voor het eerst, met z'n allen.
Dus dan hebben we geen eigen dienst. We vieren met jullie de communie. Wie dat wil, wie dat kan, wie dat mag. Maar wij gaan dus bij elkaar op bezoek. Ja, ik werk ook mee hoor, dat wel. Maar het is wel, ik heb een beetje een bescheidenere rol. Maar het is dus een klassieke viering. Maar in het historisch weekend, dus in het historisch weekend van 900 jaar Aalte, gaan we terug in de tijd om vooruit te kijken naar de toekomst. Want dat is de reden altijd om in het verleden te kijken, om daarvan te leren en om te weten van waar je vandaan komt en waar je heen gaat. En wij hebben dus daar een Romeinse mis als het ware, dus een Latijnse mis met Gregoriaanse zangen. Dus dat is voor de protestanten misschien even wennen, maar voor de katholieken ook wel. Ja, want die maken het ook niet dagelijks mee. Nee. En dan gaan we daarna in processie, gaan wij dus met een reliquie op pad richting de Plaskerk. En daar sluiten we het dan ecumenisch af, dus met een blik op de toekomst om zo te zeggen. In je rug is, de zon je gezicht verwarmt en zachte buien je velden beregenen. En dat God tot ons weerzien je bewaart in de palm van zijn hand. Amen. Mensen willen hun geloof duidelijk wel beleven. En als het dan inderdaad een bijzonder karakter kan krijgen, dan heeft dat wat extra. Daar willen mensen wel naartoe komen. Ja u moet het misschien niet onderschatten hoe het spectaculaire effect is. Dat mensen dat op een spektakel afkomen. Tuurlijk, maar waarom mag dat niet? Hè? Dus het is gewoon, vind ik ook. Er mag wel een spektakel de kerk in en de kerk uitgedragen worden. Hè? Ja.